1916 is het jaar van de grote uitputtingsslagen in Frankrijk. De eerste bij Verdun. Hier vallen de Duitsers aan in februari en de bedoeling is het Franse leger dood te bloeden. Bevelhebber von Falkenhayn rekent op 2 Duitse doden voor elke 5 Fransen. Dat is de logica van de uitputting, het nieuwe gezicht van de oorlog. De fortegordel rond Verdun vormt voor de oorlog een schakel in de Franse verdediging tegen een Duitse aanval. Nu is die aanval een feit en ligt Verdun pal in de frontlinie. Op 21 februari 1916 barst de Duitse aanval los met groot geweld. Een bombardement door meer dan 1200 kanonnen op een front van slechts 13 kilometer. Op de beschieting volgt een massale stormaanval. De Franse weerstand is sterker dan verwacht. Toch slagen de Duitsers er 4 dagen later in om de sterkste vesting uit de fortegordel rond Verdun in te nemen. Het legendarische fort Douaumont. De val van fort Douaumont wordt in Duitsland op gejuich onthaald. Het Franse thuisfront is diep bedrukt. Toch weten de Fransen zich te reorganiseren. 1 week na het begin van de strijd loopt de Duitse aanval vast. Weer is het defensief het sterkste gebleken. Weer ontaart een veldslag in een wederzijdse uitputtingsslag.